welkom bij een nieuwe video. Ik ben vandaag in Walibi en ik ben uitgedaagd om weer een challenge te gaan doen. Dus ik ben benieuwd wat de challenge gaat zijn. Hi Monica, ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? In je vorige challenge in Walibi moest je zo gek mogelijk op de foto. Dat ging je goed af. Je ging onwijs hard, maar het kan altijd nog harder. Er is één ding waarvan wordt gezegd dat vrouwen het absoluut niet kunnen. Autorijden. Jouw taak is vandaag tegendeel te rijden. Op de Red Bull Fight Exhibition Track staan twee cards voor je klaar. Zoek een mannelijke tegenstander en zorg dat je wint. Succes! Nou, ik ga deze uitdaging graag aan. Ik heb mijn broer vandaag meegenomen en dat is een man natuurlijk. Dus ik ga tegen hem karten en ik ben benieuwd wie er gaat winnen. En uiteraard heb ik gewonnen, ik had het ook al verwacht. Maar het fabeltje dus dat vrouwen niet kunnen rijden, klopt helemaal niet. Ik heb het tegendeel bewezen. Tegen hem. Dus tegen gender stereotypes, daar vechten we voor. En we sluiten het af van de Goliath om maar even lekker te trillen. Ja, om nog heel even hard te gaan, want uiteindelijk voor mij was het kart niet zo boeiend, aangezien ik echt makkelijk heb gewonnen. Dus ik wil nog even hard gaan in de Goliath en ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Al die taxis even nu echt verslagen. Nou, props to you. Super grappig, hè? Hartstikke lekker, Valerie. Wat een jank. Ja, ik vond hem vrij heftig, ja. Ja, erger dan de Goliath. Ja, op een gegeven moment dat ik zo van, gaat er weer over de kop? Ja, weet je, je zit ook met je benen los en dat ben je sowieso niet gewend. Dus je bent bij het begin al uit je comfortzone en dat is wel echt chill aan deze ride. Maar je voelt het wel overal in je lijf zitten. Zaterdag 13 juni ga ik naar het Out of Control Festival in Walibi Holland. Ze hebben het een gekke line-up met onder andere Stuk TV, Manuel en Geza, Feestjes Ruud en nog veel meer. Wil jij erbij zijn? Laat een reactie achter en maak kans op 4 tickets.